Yo, de mannen, die is Al Capone hier met zijn nieuwe commentary. Jawel, jawel, de nieuwe commentary, na 3 weken. Had ik er nog eens goesting in, speciaal voor jullie, in elkaar gezet. Begin deze keer niet met een raampje. Ik dacht van, ik kon het zo laten, ik heb iets beter aan te kondigen. En dat is de nieuwe giveaway dat we doen, omdat we zo net 500 likes op Facebook hebben gehaald. Dat is dankzij jullie. Waarschijnlijk hebben sommigen van jullie het woord verspreid dat we er nog een paar nodig hadden. En voilà, we zitten over de 500 nu al, op 523 of zoiets. Dus we zijn aan het gaan, we zijn aan het gaan, we zijn aan het groeien. En dat is allemaal dankzij jullie. En dus om jullie te belonen zijn we op deze idee gekomen om nog eens een nieuwe giveaway te doen. De giveaway bestaat uit een PSN kaart. Waarmee je dus het nieuwe download content kan kopen van Black Ops 2, namelijk het Revolution Pack. Ik kan er even wat uitleg over geven wat er allemaal in dat pack gaat zitten. Nu, er zitten 4 nieuwe multiplayer maps in. Ik zal ze even snel opnoemen. Het is Downhill, Hydro, Mirage en Grind. Ja, dat heb ik juist even gelezen, gehoord dat blad wel. Woehoe! Nee, dus... en dan zijn er nog 2 nieuwe zombie mappen, namelijk Turned en die Rise of die Rise, whatever. Nou, nu moet je even opletten in die Turned, met die zombies, daar kunnen er schijnt dus ook de zombies spelen. Nu, we hebben het nog nooit gedaan, dus dat zal voor iedereen nieuw zijn. Dus gaan we dat zeker eens uittesten en als dat goed klinkt, dan gaan we dat misschien eens livestreamen, hè, zodat iedereen er eens van kan genieten voor degenen die de map niet snel gaan aankopen. En er is ook een nieuwe SMG in, namelijk de Peacekeeper. Nu Black Ops heeft vermeld, als dat wapen goed blijkt te zijn, gaan ze dat in de volgende content nog eens doen. Nieuwe wapens creëren en direct in die content gooien. Dus we zullen zien wat er van komt. Nu, het pakket geven we dus weg, eenmalig. Jammer, ik wou het gerust 100 keer doen, maar ik heb namelijk niet zoveel geld in mijn portefeuille, spijtig genoeg. Dus kunnen we er nu één gelukkig maken. En je zult nu denken van ja, dat is maar één en er gaan zoveel mensen op reageren. Ja, ik weet het. Maar je hebt een nee en je kunt een ja krijgen. Hè, zoals mijn paal daar zei. Dus kun je kans altijd wagen. Hoe kun je het beste je kwalificeren voor in die trommel door te geraken van de lawi, zoals je daar vorige keer had gezien? Wel, je kunt al te beginnen mee te liken en een reactie te plaatsen. PSN-kaart of Xbox-kaart, zoals de vorige keer. Je hebt dat wel allemaal gezien, je hebt dat allemaal schoonetjes gedaan. Dus je weet wel wat je moet doen. Nu, als je nog niet gesubscribed bent, wij kunnen dat zien, wie subscribed. Voilà, als je dan subscribed, kun je ineens die video liken, reactie plaatsen, noem maar op. Dus dan komt dat al wat sneller in aanmerking. Dus die mensen die dat allemaal doen, die gewoon in die pot belanden. Nu, een like en reactie is ook al genoeg, maar elk streepje mee is een streepje meegenomen. Begrijp je wat ik bedoel? Allee ja, je ziet maar wat je ermee doet. In mijn ogen is dat een streepje ver, in sommige ogen is dat iets anders. Je ziet maar. Het volgende waar ik het over wil hebben is de livestream. Je hebt namelijk gemerkt dat we nu een pak meer zijn beginnen livestreamen. Oké, een pakje, we zijn er juist mee begonnen. Maar we hebben toch al 4 à 5 keren gedaan op een korte tijd. Dus we zijn dat zeker van plan om meer te doen. En we zullen jullie dat altijd laten weten via de Facebookpage. Dus als jullie dat graag willen. En ik heb ook de vraag gesteld zo, op welke dingen dat jullie dat wouden. YouTube of Twitch. En ja, het antwoord was wel duidelijk YouTube. Dus zullen we dat op YouTube blijven doen. En dus als jullie dat wilt dat we dat blijven doen. Dan moeten we daar maar op reageren. En dan, ja, dat motiveert die mannen achter de schermen. Je kent die wel. De Lawi, de Tahir en Aaron en zo. Dus zeker blijven doen. Waar ik het ook nog over wil hebben, is de laatste veranderingen binnenin Belgium All-Stars. Namelijk, we hebben 1 lied laten vertrekken naar een ander clan, genaamd Ryzen. We hadden die aangetrokken voor sniper gameplays te laten maken. Maar er kwam niet veel in naast en in tegendeel zagen we eigenlijk veel meer nieuwe backgrounds. Wat me niet zo echt interesseerde. Ja, oké, als je dat nu hoort, geef me een dislike, I don't care. Maar ja, dat is het nu helemaal. Maar, niet getreurd, we hebben iemand nieuw erbij getrokken. Ik heb die volop liggen testen en die is er goed uitgekomen.
Blaker. Die heeft ook onlangs meegedaan met Clanwar tegen ASICS. Er was een klein foutje, maar er was bij hun ook een foutje, dus niet getreurd. Alles in orde. Volgende week trouwens een nieuwe Clanwar tegen hun. De zaterdag. Livestreamen gaan we dat niet doen, denk ik. Misschien wel een aantal spectators toelaten. Maar dat zal ook niet veel zijn, pak maximum 2 of 3 per clan. En dan moeten die nog leden zijn van de clan, dus ja, eigenlijk outsiders, zoals ik het even moet noemen, die gaan er dan niet bij zijn. Maar ja, als we het recorden en het zit allemaal goed in elkaar en het komt tot een goede afloop, ja, dan gooien we het online, hè. Dat snapt ook wel. Maar dat gaat ASICS niet zomaar laten gebeuren, daar ben ik zeker van. Die zijn goed. Ik heb misschien op de Facebook-page een beetje met de adrenaline erbij, een beetje te veel voor de win en win gezet, waardoor die mannen een beetje geprikkeld zijn, maar daar bedoelde ik niks mee. Die mannen zijn nog altijd goede partners van ons en no hard feelings. En om dan af te sluiten met wat ik eigenlijk mee moest beginnen, zal ik even snel mijn klas hier uitleggen. Ik speelde met de Val, wat jullie waarschijnlijk al hadden gemerkt. Er stond Reflexsight op, wat jullie waarschijnlijk ook al hadden gemerkt. Stok en Fast Mac, waarvan ik niet weet of dat jullie het gemerkt hadden. Flag Jacket, Toughness, Scavenger en Engineer. Geen Lethal, geen Tactical en geen Secondary. De uiteindelijke score is 74-1. En het is op de map, je weet dat wel zelf. Voilà, dan kan ik er niet veel meer aan toevoegen. En dan ga ik het gewoon heel simpel houden. Hè. Mannetjes en meekjes, de ballen. Yo, it is your boy Aptix Campy. Nee mannen, het is gewoon terug de bos met zijn tweede commentary. Ik wil jullie vandaag... Let me see you put 'em up. Reach the sky, touch the stars up above. Cause it's one time for the underdog.